van harte welkom op een nogal bijzondere dag. We staan hier in een heel zonnig California en het is een bijzondere dag omdat wij als eerste Nederlanders ooit gaan rijden met de auto die achter mij staat. Dit is een Lucid Air, een bijzonder eerste model van een nieuw automerk hier uit Silicon Valley. En dit zou als het goed is de auto moeten zijn die de Tesla Model S nachtmerries geeft. Het zit namelijk zo, Lucid wordt geleid door Welshman Peter Rawlinson en hij is niet geheel toevallig de lead engineer geweest van de Tesla Model S. Dus onder de vleugels van Elon Musk was hij een van de mannen die de Model S vorm gaf en ook de technologie, ja, daar is hij een van de bedenkers van. En dus ook een van de bedenkers van de Lucid Air. En als we Rawlinson en zijn team mogen geloven, doet deze auto waar Tesla goed in is, alleen dan nog een stuk beter. En dat blijkt ook wel uit de getallen die deze auto op zijn rapport heeft staan. Rijkwijde bijvoorbeeld, hoe ver kom je op een volgeladen elektrische accupakket? 830 kilometer ruim redt deze auto. Vermogen, 1111 pk zit hierin. Ja, 1111 pk. Hij heeft een acceleratietijd van minder dan 3 seconden. Hij kan supersnel opladen tussendoor. En zo zijn er nog heel veel meer dingen te vertellen over deze Lucid Air. Dus ik nodig je van harte uit. Net als die Tesla Model S is deze Lucid Air een vrij grote elektrische auto. Hij meet 4,97 meter van zijn neus tot aan de achterbumper. Maar er is wel een belangrijk verschil ten opzichte van die Tesla, want die heeft een grote vijfde deur. Dat heeft deze Lucid Air niet, want dit is een sedan. Kijk maar, hele brede klep wel. De hele lichtunit loopt over de hele breedte heen en er gaat ook een heel groot gedeelte open. En Lucid heeft hier bewust voor gekozen, want ze zeggen een grote vijfde deur maakt de auto minder stijf. Je hebt meer last van rijgeluiden, je hebt meer last van kraakjes. Daar kunnen ze bij Tesla alles over meepraten. En daarom zeggen ze, we hebben gekozen voor een sedan, want daarmee is het comfortniveau aan boord van de auto, ja, zo hoog mogelijk. Maar er zit ook wel een keerzijde aan, want als je gaat kijken naar de praktische elementen van deze auto, dan zie je dat die laadopening, ja, niet zo heel groot is. De laadruimte is op zich redelijk, iets van 430 liter kan erin, maar als je hoge koffers of huisdieren mee wilt nemen, ja, dan is dit een minder geschikte auto dan een Tesla Model S, om maar eens wat te noemen. Maar goed, het is een keuze zou je kunnen zeggen. Hè? Het voordeel is wel, deze Lucid heeft niet alleen maar daar een bagageruimte, maar ook aan de voorkant moet ik even op het juiste knopje drukken. Want dan, kijk maar naar de voorkant, gaat de voorste klep open en dan verschijnt hier een serieus grote bagageruimte. Met een dubbele bodem, ruim 200 liter gaat hierin. En het is echt groot genoeg voor een gemiddeld persoon om er een bad in te nemen, bij wijze van spreken. En op die manier heb je dus aan praktische inzetbaarheid, nou, weinig te klagen. En de klep gaat ook weer automatisch dicht. Kijk, en zo zit je achterin de Lucid Air. Ik kan me nog herinneren van het prototype waar ik 5 jaar geleden in zat, dat ik ongeveer zo zat met mijn hoofd. Maar nu, lang leven de doorlopende glasplaat, zit je echt heel prima. En heel veel beenruimte ook. Een wielbasis, dus de afstand tussen de voor- en de achterwielen van ruim of bijna 3 meter bij deze auto. En daar profiteer je wel van. Het glas wordt trouwens wel vrij warm, moet ik zeggen. Maar het ziet er allemaal erg netjes uit ook. Behoorlijke fijne mix aan materialen. En wat opmerkelijk is, is dat de kleur van de cabine aan de voorkant, dus de voorstoelen, hebben een andere kleur dan hierachter. En dat wil toch een beetje de indruk wekken dat Lucid ook wil uitstralen dat het een auto is voor mensen die aan de ene kant misschien zelf willen rijden, maar ook wel voor mensen die met luxe achterin willen zitten. Oké, ik ga jullie gewoon meenemen in mijn eerste indrukken achter het stuur van de Lucid Air. In dit geval rijden we in de Dream Edition. Dat is zo'n beetje het meest uitgebreide, meest luxueuze en meest prijzige model. Want je hebt een basisversie van deze Lucid Air hier in Amerika. Die kost $77.000. Maar deze Dream Edition, die kost $169.000. Ja. Maar goed, als je dan gaat vragen aan de mensen van Lucid wat ze dan zoal hebben veranderd aan de componenten die ze bijvoorbeeld bij Tesla hebben gebruikt, dan zeggen ze, we hebben ieder element van bijvoorbeeld de aandrijflijn tegen het licht gehouden en sterk verbeterd. Heel veel nerderige, op een positieve manier bedoel ik dat, nerderige mensen die dus aan het schaven zijn aan de technologie.
En dat levert best wel wat aparte resultaten op. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de elektromotoren die Lucid gebruikt, die zijn piepklein, maar veel sterker dan bij andere merken. In het hoofdkantoor van Lucid in Californië kan je het bewijs van die vooruitgang met eigen ogen zien. Deze elektromotor gebruikte Tesla in de vroege versie van de Model S. Hij is zo breed als een wasmachine, 134 kilo zwaar en levert een maximumvermogen van 435 pk, oftewel 320 kilowatt. Dit is de motor die Tesla nu levert in onder meer de Model 3. Zo'n 280 pk sterk en 92 kilo zwaar. Zoals je ziet is die al een stuk compacter, maar je praat nog steeds over het formaat van een kleine magnetron. De unit die Lucid voor de Air ontwikkelde is nog een stuk kleiner. Hij weegt slechts 74 kilo en elke elektromotor levert een maximum vermogen van maar liefst 500 kilowatt, ofwel 687 pk. De motoren die je dus in deze Air hebt, die zijn zo klein dat je ze mee kunt nemen in de handbagage in een vliegtuig. En tegelijkertijd zijn ze efficiënter. Ze hebben dus heel veel interne delen van die motoren. Bijvoorbeeld de magneten die erin zitten zijn allemaal verbeterd. Allemaal ja, aangepast en geoptimaliseerd. En dat zorgt er dus voor dat ze kleiner zijn, dat ze lichter zijn. En dat ze ook efficiënter zijn dan de beste motoren die andere fabrikanten van elektrische auto's tegenwoordig gebruiken. En door al die elementen aan te passen krijgen ze het dus voor elkaar om deze Dream Edition met een 118 kWh accupakket, de andere versies hebben een iets kleiner pakket van 113 kWh, om daar ruim 800 km mee te kunnen rijden zonder dat je hoeft bij te laden. Nou, dat zijn natuurlijk wel serieuze stappen voorwaarts. Dan heb je in één keer, als je een vol batterijpakket hebt, nooit meer last van range anxiety, zal ik maar zeggen, van actieradiusangst. En op het moment dat je wel nog langere ritten wilt maken, en je wilt de auto ondertussen bijladen, dan maakt deze auto gebruik van een elektrisch boordsysteem dat op een nog hogere voltage werkt dan wat bijvoorbeeld Porsche gebruikt in de Taycan. En Peter Rawlinson die moest er zelfs een beetje om lachen toen hij dat uitlegde. Hij zegt ja, Tesla met 400 volt, Mercedes-Benz met de EQS met 400 volt en Porsche met 800 volt, allemaal lachertjes. Hij zei de manier waarop Lucid het doet is de manier waarop het hoort. En nou ja, in de praktijk blijkt hij daar gewoon gelijk in te hebben. Want als je deze auto aan een snellader gooit die dat aan kan, dan redt hij meer dan 300 kilowatt. Om een beeld te geven, de Taycan die komt niet eens in de buurt. Die zit wel boven de 200 kilowatt, maar deze auto verplettert het. Wat mij meteen opvalt op het moment dat je gaat rijden, is deze auto heeft voor de duidelijkheid dus 1111 pk. Hè? Op het moment dat je wegrijdt, je zet hem in de drive en hij rijdt nou ja, als een eerste de beste elektrische auto. Helemaal niet zenuwachtig, helemaal niet heigerig of iets dergelijks. Maar goed, je kunt de auto ook in drie verschillende standen zetten. Smooth, Swift en Sprint. En in Smooth is die inderdaad heel soepel. In Sprint, dan trekt hij alle registers open. Deze auto heeft dus twee elektromotoren van iets van maximaal vermogen 670 pk per stuk. Maar afgeregeld dus op 1111. En daarmee heb je absoluut een bizar prestatiepotentieel. Let op. Oké, hij vliegt er vandoor werkelijk. Het is bizar. Zo ongelooflijk snel en ook zo ongelooflijk gecontroleerd. Je merkt, mijn ademhaling gaat behoorlijk omhoog. Dit is behoorlijk indrukwekkend. Aan de andere kant, this is not even sprint. Oké, dit is hilarisch. Ik dacht dus dat die auto in sprint stond, maar als je hem in sprint wil zetten, dan moet je even bevestigen. De acceleratie die we net voelden was dus niet eens het maximale. Ik ga het nog een keer proberen. Je zet hem in sprint. Dan moet je confirm drukken. En dan moet je waarschijnlijk om je moeder gaan roepen. Ik wacht even tot de weg weer recht is. En dan gaan we nog een keer accelereren. Maar dan nu echt in standje sprint. 1100 pk ruim. Are you ready? Born ready. Wow! Jongens!
de banden zoeken naar grip, vierwielaandrijving, motor voor, een motor achter. Dit is indrukwekkend. En wat me ook meteen opvalt. Oh, good lord. En wat me ook opvalt is dat deze auto een stuk beter te controleren blijft op hoge snelheden en op heftig bochtenwerk dan de meeste andere elektrische auto's die toch vaak op comfort zijn afgestemd. Hè? Ga maar na, de sterkste Tesla Model S die heeft luchtvering en dat systeem is op zich heel comfortabel. Maar als je de grens gaat opzoeken, is dat niet echt een ideaal compromis. En deze auto, de Lucid Air, heeft geen luchtvering, maar een bijzonder strak afgesteld onderstel. En hij geeft mij het idee dat ik veel meer, oh man, niet te doen. Dat ik veel meer controle heb op het moment dat ik echt serieus tekeer ga. En dat is indruk. En dat is... Ik zet hem weer even op smooth. Even de adrenaline laten zakken, want dan kunnen we het even hebben over het interieur van deze auto. Want ik vind het nog redelijk conservatief als ik eerlijk ben. Als je ziet hoe Mercedes uitpakt met het hyperscreen in de EQS. Dat is een gigantisch scherm dat over de hele breedte van het dashboard zit. Tikkeltje overdreven, zeker. Een beetje voor de vorm, dat ook. En als je gaat kijken wat Tesla doet aan de andere kant van het spectrum, dan zie je dat daar natuurlijk heel minimalistisch te werk wordt gegaan. Heel weinig knoppen, zo min mogelijk schermen. En deze Lucid die houdt een beetje in het midden tussen die twee. Het is heel overzichtelijk. Je ziet een soort paneel staan bovenop het dashboard. Lijkt een beetje op wat BMW doet in de iX. Het zweeft ook visueel. En hieronder zit een scherm dat kan corresponderen met dat bovenste scherm. Je kunt diverse inhoud die je op het lage scherm hebt naar boven swipen. Dan zie je het daar verschijnen. En het oogt allemaal behoorlijk rustig. En als je helemaal niks wilt zien in het midden van de auto, dan kan je dat centrale scherm zelfs wegswipen. En dan schuift hij letterlijk het dashboard in. En dan heb je nog minder afleiding onderweg. Over afleiding gesproken, maar klein kritiekpuntje heb ik wel. Er zit een enorme glazen koepel over je heen. En die loopt letterlijk van het net boven de motorkap, zeg maar, tot aan het midden van het dak. En dat ziet er heel gaaf uit. Maar als je wat langer bent, zorgt het ook voor ontzettend veel schitteringen van het dashboard. Er loopt een lijntje met witte stiksels over het dashboard heen. Ziet er mooi uit. Maar het zit in mijn geval dan wel de hele tijd in mijn blikveld. Dus dat vind ik iets minder geslaagd. Sowieso die hele vorm van de auto is natuurlijk zo laag mogelijk gehouden om de luchtweerstand zo perfect mogelijk te krijgen. En dat zorgt ervoor dus dat de vooruit vrij vlak ligt en de achteruit ook. En die biedt ook niet heel veel zicht naar achteren. Je ziet wel degelijk wat er achter je rijdt, maar het is even wennen, zal ik maar zeggen. En toen vroeg ik net ook aan Lucid van joh, jullie hebben een auto ontwikkeld met ruim 1100 pk. Waar slaat dat op? Dat is toch helemaal niet nodig? Nee, zeggen ze, maar het feit dat we het kunnen is heel erg leuk. En het feit dat er andere versies van de R leverbaar zijn, wil dus ook niet zeggen dat je meteen voor die 1100 pk sterke versie wilt gaan. Er komt een versie met alleen achterwielaandrijving die veel betaalbaarder gaat worden. Later krijgen ze bij Lucid trouwens ook nog een grote SUV en... het team dat ik net sprak is al bezig met een veel kleiner model, zoals Tesla dat ook heeft gedaan met de Model 3. Er komt dus een veel betaalbaardere Lucid aan en daarmee wil het merk echt een grote speler worden op het gebied van elektromobiliteit. En afgaand van hoe je ziet dat deze auto in elkaar gezet is, hoe die een bocht instuurt, de besturing uitstekend, het weggedrag heel erg controleerbaar, bijzonder uitgebalanceerd en geraffineerd. Het is echt een auto die op geen enkele manier eigenlijk teleurstelt tot op heden. En dat had ik niet verwacht. Aan de andere kant, 5 jaar geleden was ik hier ook in Silicon Valley en toen reed ik ook met Peter Rawlinson in een
voorserie of eigenlijk een prototype van deze Lucid Air. Toen was die auto net aangekondigd en het was een soort studiemodel waar ze batterijen in hadden gezet. En het feit dat ze dat aandurfden, zegt ook wel wat over Lucid. Het zijn mensen die heel erg goed weten waar ze mee bezig zijn. Mensen ook die bijvoorbeeld bij Samsung hebben gewerkt op de batterijontwikkeling. Mensen die bij Tesla hebben gewerkt, dat zijn ook niet de minste spelers natuurlijk. Dus dat zegt al veel. En het feit dat zij, wat ik al zei, in positieve zin ontzettend aan het nerden zijn. Dus enorm overtuigd zijn van wat ze doen, hun missie om elektrische auto's nog beter te maken enzovoort. Dus het feit dat al die mannen en vrouwen die bij Lucid werken, het zijn er inmiddels meer dan 4000. Een paar jaar geleden toen ik bij ze te gast was, waren het een paar tiental mensen. En al die mensen die daar werken zijn dus heel erg overtuigd van wat ze doen. En ze hebben ook wel recht van spreken, want ze hebben met deze Air een auto afgeleverd die zonder blikken of blozen de concurrentie kan aangaan met de marktleider, Tesla. Maar belangrijker is nog wel dat deze auto laat zien dat andere, meer klassieke autobouwers misschien wel een groter probleem hebben. Want een Mercedes EQS, indrukwekkende auto, maar niet zo goed als wat die zou kunnen zijn. BMW iX, een vooruitstrevende auto, maar bij lange na niet zo goed als wat die had kunnen zijn. Qua rijkwijde, qua snelladen, qua voorzieningen, qua ruimte. En op al dat soort vlakken heeft zo'n kleine speler als Lucid dus wel ineens de doorbraak te pakken. Ze laten gewoon zien, oude spelers die al 100 jaar auto's maken, zo kan het dus ook. En ja, dit is nog maar het eerste model, maar afgaand op deze Lucid Air, durf ik wel de conclusie en de voorspelling aan dat Lucid een hele grote speler kan worden. Het feit dat ze al de afgelopen jaren flinke hobbels hebben overwonnen, financieringsproblemen, toen toch weer investeerders gevonden en uiteindelijk een overweldigend indrukwekkende elektrische auto neergezet. De Lucid Air, ladies and gentlemen.